Wij zijn zo verbonden met elkaar. En dat zie je ook natuurlijk op het veld. De 1-2'tjes. Alle acties die we maken. Ja, dat komt natuurlijk terug in de wedstrijd. Maandag 13 juni. Waar zijn we? Ja, op de kampioenswedstrijd van FC Big. Zaal 1. SSC. De interne competitie van zaalvoetbalvereniging Totolos wordt ten einde gebracht. Aan deze competitie kan elke student met een sportkaart meedoen. Het is een laagdrempelige manier om in de lunchpauze met je eigen team wat stoom af te blazen. Deze pauze neemt FC Intimidatie het op tegen FC Big. De nummer 2 tegen de nummer 1. Het belangrijkste vandaag kon je toch al zien, de fans. We hebben speciaal deze tribune gevraagd om dit mochten hebben. En dat zie je toch, dat pakt heel goed uit. Er zaten zeker 50 mensen, niet ofwel het roze, maar in ieder geval ze waren voor ons. En dat helpt toch wel. Het ging uitstekend. Ik zat vandaag in het publiek en ik heb me echt vermaakt. Ze waren heel erg sterk. Niks weggegeven. De keeper, hij had niks te doen vandaag. Ik heb heel weinig te doen gehad. Ik ben erg trots met het team op te verdedigen als je iedereen stond. Het is echt prachtig. Ja. 3-0. Gewoon Jantje klaar, ja. Weggeveegd. We hadden 20 minuten nodig, geen eens kwartiertje. Dus ze kunnen beter inpakken en gewoon teruggaan. En dan verwacht je die gingen winnen? Ja, tuurlijk. Ja. Allemaal mentaal. Hè. Als je mentaal zo bent ingesteld, dan win je ook. En wat is het geheim van FC Big? We hebben een paar hele goede spelers. Ja, doping. Bart, Quinn, Daniel even erbij komen. Ja, maar wij voetballen altijd brak. Als we brak zijn, dan voetballen we beter. Alle goede spelers erbij. We hebben niet heel de dag tijd. Hey, we hebben vandaag een geweldige teamprestatie geleverd. En, nee. We hebben wel de meeste goals, maar uiteindelijk doet iedereen het toch? Ja, zeker. Want vandaag... Teamsport. Vereniging, aanval, middenveld. Uiteindelijk hebben wij een team met 10, 15 mensen. Uiteindelijk hebben ze allemaal nodig om kampioen te worden. En zo is het wel. We gaan het nu vieren bij de Hubbel. Het wordt nog een hele mooie dag. Het was geen makkelijk seizoen. Met veel hoogte- en dieptepunten. Maar we hebben het gedaan met z'n allen. Zeg maar, we gaan samen altijd zuipen en zo. En dan, wij zijn zo verbonden met elkaar. En dat zie je ook natuurlijk op het veld. De 1-2'tjes. Alle acties die we maken. Ja, dat komt natuurlijk terug in de wedstrijd. De sfeer zat er goed in vandaag. Dus tijd voor bier zou ik zeggen. Tijd voor bier, hè? Hoppa!